Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. En dit keer gaan we drie achtbanen bestrijden tegen het onruchte. En de eerste achtbaan, het wordt echt een hele vette aflevering. Omdat wij echt een hele vette achtbaan hebben toegestuurd gekregen van een van jullie kijkers. Het is aflevering 183, maar zover zijn we nog niet. Het is namelijk de Bobbejaanland Revolution project. Die wil ik als laatst doen. Want het beste wil ik voor het laatst bewaren. Maar dat wil niet zeggen dat die andere twee achtbanen slecht zijn. Want ik weet het niet. We gaan het doen. We gaan beginnen met de onderste achtbaan. En dat is de Davinstyle Games Coaster. En er staat een compact Euroflighter Coaster. Ik ben heel benieuwd. Jullie konden gewoon inzenden via mijn e-mailadres. En daar hebben jullie heel veel achtbanen gestuurd naar mij. Dus die kan ik mooi spelen terwijl ik No Limits speel natuurlijk. En die achtbanen zijn ook gemaakt in deze simulatie game. En dit is de allereerste achtbaan die we doen. De Davinstyle Games Coaster. Dus deze achtbaan is helemaal speciaal gemaakt voor mijn kanaal. Nou, natuurlijk zijn alle achtbanen natuurlijk gemaakt voor mijn kanaal. Maar deze heeft zelfs de naam gekregen van mijn kanaal. Dus dat is heel gaaf. Ik zie daar dat we heel apart naar beneden gaan. En dat is wel weer iets unieks en iets nieuws. Wat ik niet vaak zie. Maar ik denk dat dat de S is van Davinstyle. Misschien is dat een beetje ver gezocht. Maar als je het van deze kant ziet, is het wel de letter S. Dus misschien heeft het ermee te maken. Nou, we hebben de eerste bocht. En dan krijgen wij natuurlijk de eerste daling. Een hele aparte daling. Want we gaan eigenlijk op zijn kop. En daardoor begint de rit eigenlijk al natuurlijk heel spannend met de opbouw. Want nu worden wij een soort van losgelaten. Waardoor wij in één keer heel snel gaan. Zoals je ziet. En met ruim 60 km/u gaan wij naar het volgende stukje achtbaan. En ik vind deze echt fantastisch. Hij is lekker compact. Jammer dat het station is wel echt super klein trouwens. Maar dat geeft niet. Heel jammer dat de achtbaan geen thematisatie heb voor de rest. Dat vind ik wel heel jammer. Maar hij weet verdomd goed dat ik hou van compacte achtbanen. En vooral van zulke achtbaantjes, daar ben ik helemaal. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Dus hij weet wel een beetje mijn smaak. Dus dat is wel heel erg sneaky gedaan om deze achtbaan zo te maken. Ik vind het heel leuk gedaan. Ik vind hem super leuk. Ik vind hem echt heel cute. Zoals je ziet is het een klein, gewoon één karretje. Het is gewoon voor mij alleen één karretje. Er staat jammer niet mijn Davinstyle Games logo op. Maar dat geeft niet. Ik vond hem wel super leuk. Ik vond het echt een heel leuk achtbaantje. Ja, zeker weten. En vooral dit stuk ook. Moet je kijken hoe leuk. Ja, er zijn mensen die denken van Vincent, wat vind je nou leuk aan? Ik wil een gigacoaster zien van 120 km/u. Smaken verschillen. Ik vind heel veel achtbanen leuk. Maar dit vind ik vooral van die hele compacte kleine achtbaantjes vind ik super leuk. En dat was heel goed en vloeiend. We gaan door naar de volgende achtbaan. De volgende achtbaan is de Bizarro. Intens, kort en bizar. Dat staat er met hoofdletters bizar. Dus stel je voor, je zou niet weten hoe je deze achtbaan moet omschrijven. Ik vond hem wel leuk. Ja, nee, hoe zeg je dat? Ik vond hem bizar, weet je. Dat kan je dan makkelijk zeggen. Nou, creating background. We gaan er gewoon voor. Hij is dingen aan het inladen, zodat wij kunnen spelen. En daar zitten wij al in deze achtbaan. Ik ben wel benieuwd, want hij is wel weer heel erg leuk. Paars met wit. Aparte karretjes. Een beetje die Formule X karretjes die we kennen van Drifleet. Je kent hem wel. En dat betekent dus ook dat het een lanceerachtbaan wordt. Die zien we vaak op mijn kanaal, hè. Lanceerachtbanen. Nou, kijk, deze tunnel klopt wel. Weet je nog vorige keer dat we die tunnel hadden met lichten die niet kloppen? 2 afleveringen terug. Nou, deze klopt dus wel. Hier zie je een tunnel met leuke disco-lampen erin. Leuk effectje. En we gaan beginnen met het eerste stukje waarin we gelanceerd worden. Ik gok met zo'n misschien wel 50, 60, 70 km/u. We gaan het zo meteen zien. Het is hoger zelfs, bijna 90 km/u worden wij gelanceerd met de eerste. Ik denk dat wij. Dit gaat niet helemaal vloeiend, merk ik. Ik merk dat er een paar knikjes in de baan zaten. Waardoor de horizontale G-force krachten in het rood staan vermeld aan de benedenkant. En dat betekent dat de bochten dan te scherp zijn en te onrealistisch zijn. En zoals je ziet beweegt de achtbaan ook niet heel erg vloeiend. Waardoor deze achtbaan niet al is goedgekeurd door mij. Maar wel wil ik dan wel kijken naar het ontwerp, dus naar de layout. Want volgens mij is die wel heel erg leuk qua layout. Volgens mij ging de achtbaan ook net heel onrealistisch door elkaar heen net. Waardoor het niet heel netjes uitzag. Ik ga eens kijken. Want het station is al in een bocht gemaakt. Is best wel leuk op zich. Maar had nog eigenlijk recht. Het moet niet. Ik vond hem wel grappig. Ik vond het leuk dat de discolampen kwamen. Maar ik ga eens even kijken. Volgens mij is dit nogal een beetje. Dat je zegt van, hier zouden we als we de armen uitsteken onze handjes kunnen verliezen. En ik vond het water heel tof, want ik moet ook positief kijken. De ondersteuningen waren ook heel tof. Zoals je ziet is deze looping, als we deze zien, ziet hij er niet heel erg vloeiend uit.
Dat kunnen we nu wel zeggen, denk ik. Dan zou je in principe die looping groter moeten maken. Waardoor die dus makkelijker... Moet je kijken. Ja, ik vind het... het zou wel kunnen, hoor. Het zou wel kunnen. Maar het ziet er niet verkeerd uit. Maar ik vind de layout wel echt heel tof. En dat vind ik wel positief aan deze achtbaan. Hij heeft een hele vette layout. Alleen, hij heeft, hij is niet heel realistisch. En heeft heel veel scherpe bochten. Waardoor het niet lekker aanvoelt als je deze achtbaan in het echt laten maken. Maar laten we niet zeuren. Ik vind het heel tof dat je het hebt gedaan. En daarom mijn compliment dat je deze Bizarro... Dat bizar klopt dan eigenlijk wel. De Bizarro bizarre achtbaan was dit wel. We gaan naar de laatste achtbaan en dat is de Bobbejaanland Revolution. En de Revolution is natuurlijk... Oh jee, er zijn meerdere objecten... Nee, Revolution Track 2 moet ik hebben. De Revolution is natuurlijk een hele ouderwetse achtbaan in Bobbejaanland. Eentje die eigenlijk binnenin is gebouwd. De enige dark ride achtbaan van Bobbejaanland. En dit vind ik wel heel jammer. Nee, dit vind ik echt super jammer. Ik zie dus geen objecten voor de rest. En die objecten staan wel in mijn mapje. Dus ik moet even kijken, hoe moeten we dit gaan spelen? Nou, ik moest de track dus importeren en ik snap er echt helemaal geen hond van. En ik heb hem met track manager heb ik het proberen te importeren, maar het lukte gewoon niet. Dus als diegene die deze map heeft opgestuurd van Bobbejaanland eventjes, ik zal hem wel even mailen, dat hij me moet helpen, want ik kan hem niet spelen, dat we hem wel voor een aflevering kunnen doen, want het lijkt me wel een fantastische achtbaan. Maar voor deze keer heb ik een nieuwe gepakt en dat is de coaster voor Vincent als afsluiter. En dan kun je toch 3 achtbanen beoordelen in deze aflevering, want ja, er moet natuurlijk wel 3 achtbanen minimaal zijn. En dit is dus de coaster voor Vincent. Nou, ik ben heel benieuwd. Dit kan natuurlijk van alles zijn. Maar ik geloof dat het wel een van zijn eerste achtbanen was die hij had opgestuurd. Een hangende achtbaan. En dat is ook wel eens leuk, want die hebben we lange tijd niet meer gehad, een hangende achtbaan. En zoals je ziet begint hier al de opdakeling. In ieder geval de kettinglift begint hier al. En dan gaan we omhoog. En ik weet niet hoe hoog die gaat. Maar in ieder geval, we gaan de tijd wel wat vooruit spoelen, zodat we wat sneller omhoog zijn. Kijk, daar gaan we hoor. Hoppakee. En zodra we boven zijn, kunnen we nog even genieten van het uitzicht. Maar ik weet niet, volgens mij zijn hier ook alle bomen omgekapt. Aan de linkerkant ziet u een omgekapt oerwoud. Het is weer een omgekapt oerwoud. Nou, we beginnen met de eerste afdaling van deze hangende achtbaan. Het is er eentje die over de kop gaat, want ik heb al 2 loopings gezien net tijdens de optakeling. En dit is de eerste en we staan bijna stil, maar nog niet helemaal. En hier ook. We staan er stil, maar nog niet helemaal. En hier gaan we naar boven. We hebben hier wat remmen in. Oké, nou kan gebeuren. Wat remmen. We gaan in ieder geval wel 78 km per uur. Misschien moest hij wat expres remmen, zodat hij wat minder snel ging. En hier nog een beetje die spanning erin houdt dat hij het net niet haalt. Misschien was dat de bedoeling, zoals dit weer. We staan net bijna weer stil, maar dat is de bedoeling. Hij heeft weer wat remmen erin gedaan in de baan, zoals je ziet. Ik weet niet waarom, maar misschien is het gewoon nodig. En het is, want het is ook een vrij compacte hangende achtbaan, zoals ik al zag in de layout. Oh, en we halen het maar kili kili hoor. Het is wel een hele toffe layout. Hij was ook vloeiend en dat is ook heel belangrijk. En ik wil nog even het einde meemaken, want ik zie dat daar nog een kleine afdaling is. En dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Oh, we staan stil. Blokkeer de remmen. Blokkeer de remmen. Nou, we zien aan de linkerkant dat de karretjes de hekjes open gaan en dicht. En dan, als het goed is, kunnen wij dan zo vertrekken. Let op, daar gaan we. En nog eerst in die laatste afdaling, maar volgens mij gaan we niet harder, omdat het allemaal... Ja, zie je het? Het wordt allemaal aangedreven, dit. Nou, prima. Ik vond deze ook helemaal niet slecht. Laat het weten in de comments welke achtbaan jij het vetst vond. En ik ga voor de allereerste achtbaan. Die vond ik wel zeker weten de moeite waard. Laat het weten dus met een mening onderin. En ik zie je volgende keer bij een nieuwe aflevering van No Limits op mijn kanaal. Doei doei!